Ze ha allier haar eigen reden waarom ze net aan het werk komen. Ze wil ik net allier herkenbaar in beeld. Soms weken lang wordt deze groep, die al een skofje in de bijstand in Opsteland zit, mentaal en fysiek traind. En dat is best zwier. Erwin Knol had zelfs zijn eigen doel, hij wil afvallen. Hij traint liekwels net mooi, want hij had last van de reg. Voor mij is afvallen en conditie opdoen, geeft dat mij gewoon meer energie. Dus die energie kan ik dan weer in mijn baan steken. En dat helpt me ook die baan te houden. Wat zie je het vaakst bij deze groep? Wat we het vaakst zien is dat ze hun problematiek buiten zichzelf leggen. Het ligt niet aan de persoon zelf, maar het ligt aan de leraar. Die was een klootzak, dus ik heb mijn opleiding niet afgemaakt. De gemeente dit, mijn werkgever dat. Daar liggen vaak de problemen. Ja, ik heb een moeilijke jeugd. En dat is allemaal ook waar. Maar je moet uiteindelijk toch zelf een route uitstippelen om daaruit te komen. Je moet zelf verantwoordelijkheid nemen voor je situatie. Jedder deze dag wiens op het Cambuurstadion. Te gast bij Lodi Roembejak en René van Rijswijk. Hier mochten ze onder de professionele begeleiding mekaar interviewen. Wat was graag? Erwin zou graag zijn eigen zaak gaan wollen. Wat houdt iets in? Zijn fysieke conditie, ruzie in de familie? Privéproblemen komen wel vaker voor het licht in dit project. Het is net zo dat alle deelnemers naar Arin aan het werk komen, maar ze komen in elk geval verder, zo uit Van Rijswijk. Als wij gezien hebben van nou, hij moet misschien eerst naar de hulpverlening, dan pak dan door, ga dan door als gemeente. Nou, we hebben nu met de gemeente Opsteland, dat gaat hartstikke goed, die zitten er elke dag bij, die zitten constant erbovenop. En dan krijg je een soort kettingreactie na dat project ook, hopen wij.